Bonsoir, good evening. Brigitte avec vous sur TV5. C'est la troisième fois que je vous retrouve ce soir. Behalve dat Franse programma heb ik intussen ook nog proefuitzendingen gezien van Duitsland via de satelliet. En ik heb ook nog een uitzending gezien van Satellite Television, maar die is gecodeerd. Dus dat is niet om naar te kijken, dat is alleen maar een streepjespatroon. Toch ziet u dat het allemaal steeds eenvoudiger wordt. Met een 2 meter schotel en eenvoudige apparatuur zullen binnenkort waarschijnlijk steeds meer mensen zelf van de satelliet signalen opvangen. Zeker als het steeds meer gedonder is, zoals op het ogenblik met die rechten rond het doorgeven van programma's via de kabel. In wonderenwereld ook steeds aandacht voor het laatste nieuws op het gebied van de huiscomputer. Vandaag gaan we praten over software, over een heel opmerkelijk computerprogramma. De firma Parallax, ofwel meneer Samuel Meijering uit Amsterdam, stuurde ons dit schijfje. Een opmerkelijk computerprogramma dat van mijn Apple II huiscomputer een complete druk- en zetmachine maakt. Ik kan met allerlei verschillende lettertypes dan teksten gaan maken. Laat ik maar eens een voorbeeldje geven. Ik start de demonstratie. De computer moet dan het een en ander gaan opzoeken en ik kijk hoe ver die is. Ik moet even geduld hebben en daarna moet hij dan aangeven, ik kan nu 1 intypen, dan kan ik 1 regel gaan demonstreren. En ik zal een klein woordje pakken, alleen maar dag. Ik druk op return en nu kan ik kiezen met welk lettertype van die 26 letters die hier staan, ik dit afgedrukt wil hebben. Stel dat ik nou kies voor de letter C. Dan druk ik gewoon op de toets C hier en nu kan ik dit laten afdrukken alleen door op deze spatiebalk te drukken. Mijn printer die gaat zo dadelijk werken. Op dit schijfje wordt het programma opgezocht en met dat lettertype C wordt nu dat woord dag afgedrukt. De printer die begint te werken en die gaat dat keurig hierop zetten. Het schijfje leg ik even weg. Het dag staat er nu. Ik draai de rol naar boven en u ziet het hier staan. Dag in dat gekozen lettertype. En daarboven ziet u nog staan hallo allemaal. Dat heb ik net een keer geprobeerd. En als we nog verder naar boven gaan, dan ziet u wat ik net allemaal al hiermee heb gespeeld. Daar staat dus in 5 lettertypes hierboven wonderenwereld. En daar kunt u uw reactie aan sturen als u een nog beter programma hebt. Of een betere tip of als u informatie wilt. Wonderenwereld, Tros Televisie. Postbus 1300, 1200 BH in Hilversum. En ik heb er nog onder gezet, leuk hè. Dus aan dat adres graag uw reacties. En behalve uw brieven en uw suggesties, kunt u daar ook die gebreide mutsjes voor Topo sturen. Want we gingen toch samen zorgen dat hij de volgende keer geen koud hoofdje meer had. We eindigen dit programma van Wonderenwereld met een aftiteling waarbij we opnieuw die letters van meneer Meijering hebben gebruikt om te zeggen wie dit programma had gemaakt. Graag tot over 4 weken. We besluiten de Tros zondagmiddag zoals gewoonlijk voor de popliefhebbers met de Trospop Videoshow.